Na roerige periode, Patricia Pai dolgelukkig in nieuwe woning. Patricia Pai kon begin mei opgelucht ademhalen, haar woning in het Brabantse Wernhout werd, na vele tegenslagen, eindelijk verkocht. De showbiz-diva is momenteel dan ook helemaal gelukkig in haar nieuwe stulpje. Patricia wilde al een behoorlijke tijd van haar Brabantse woning af. De verkoop werd tijdelijk tegengehouden administratiekantoor Ossuro. Het bedrijf legde vorig jaar na goedkeuring van een rechter beslag op Pai's woning in Wernhout. In juni 2019 werd na een rechtszaak besloten dat de presentatrice geen schuld heeft bij het bedrijf en het geëiste bedrag van 93.000 euro dus niet hoeft terug te betalen, de rechtbank hief ook het beslag op de woning op. Rotterdam, nu woont de zangeres weer in haar geboortestad Rotterdam, zo laat ze weten aan Privé. Het is hier zo geweldig, aldus Pai, als je hier naar buiten kijkt, zie je een klein haventje. Beneden zijn allemaal restaurantjes en winkeltjes, maar toch, als je boven bent, hoor je niets, het is een oud pakhuis, gerestaureerd en verbouwd tot appartementen. Meteen verkocht, ze vervolgt, toen Robert hier voor het eerst binnenliep, was hij meteen verkocht. Het is een beetje een mannenappartement door de industriële, stalen draagbalken, maar met hulp van onze meubeltjes heb ik het een beetje naar mijn hand kunnen zetten. Ik denk dat we hier heel gelukkig zullen worden.